It's all I wanna do. Welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag hebben we jullie een update videootje, want er gaat de komende dagen iets gebeuren voor mij. En dan zien jullie later terug op YouTube natuurlijk wat echt gewoon fucking episch gaat worden. Maar als eerst wil ik jullie even heel, maar dan ook echt heel erg bedanken voor de support de laatste tijd op mijn YouTube kanaal natuurlijk. En op mijn video's, want we hebben gewoon de fucking 1400 abonnees bereikt. En gewoon al op 3 video's achter elkaar de 100 likes. En behalve de game video dan, maar laat me zeggen, de video met Nina 200 likes, de vlog 100 likes en de fucking prank call 200 likes. En jongens, holy shit, daar wil ik jullie even heel erg voor bedanken natuurlijk. Dus daar ben ik ook van plan bij de 1500 abonnees iets leuks mee gaan doen. Dus als we die 1500 abonnees halen, komt er misschien wat leuks online. Dus hou dat in je achterhoofd natuurlijk. Maar ik wil nu eventjes met de belangrijke dingetjes over jullie gaan hebben natuurlijk. Want over ongeveer 2 weken... korter zelfs dan 2 weken, ga ik met mijn klas naar Parijs toe. Dan natuurlijk in Frankrijk, zoals jullie allemaal weten, maar ik heb, laat me zeggen, een besluit genomen die leuk is, maar de kwaliteit iets minder. Want je kan een beperkt aantal dingen meenemen naar Frankrijk wat je in je bezit kan hebben. Natuurlijk, ik neem mee mijn telefoon, omdat ik anders geen shit kan doen in de bus en zo. Dus ik neem sowieso mijn telefoon mee om in de bus de tijd door te komen. We moeten 6 uur tot 7 uur reizen als alles mee zit. Mochten we vertraging hebben, hebben we gewoon een fucking 8 tot 9 uur een busrit natuurlijk. Dus daar gaat deze telefoon natuurlijk mij heel erg mee helpen. Vandaar dat ik deze natuurlijk ook meeneem. En daar ook gewoon de tijd mee ga voldoen. Dus dat is al 1 ding waar ik dus op moet letten. Die doe ik altijd in mijn zakjes. Punt 2 wat ik mee ga nemen is natuurlijk geld. Want ik wil in Parijs ook wat dingetjes kopen. We gaan natuurlijk naar de Eiffeltoren. We gaan naar het Louvre. We gaan naar de Champs-Élysées. We gaan naar Notre Dame. We gaan naar Mona Lisa. Daar gaan we allemaal heen natuurlijk. Maar als we natuurlijk bij de Champs-Élysées daar zo gaan winkelen, wil ik wel wat geld hebben zodat ik wat dingetjes kan kopen natuurlijk. Dus laten we zeggen dat ik daar ook geld mee neem. Moet ik ook op letten. En dan natuurlijk ook nog voor jullie wil ik YouTube filmpjes maken. Waarom ik dus besluit heb genomen is deze camera die jullie hier zien niet mee te nemen. Maar ik ga deze camera, zoals jullie zien, meenemen. Hoe zou ik deze camera meenemen? Als je even het verschil ziet, zie je de grootte al. Wat is inhoud? Als ik dit in mijn zak moet gaan doen, gaat het gewoon niet lukken. Vandaar dat we deze even wegleggen en dit cameraatje mee gaan nemen natuurlijk. Die ga ik ook gewoon op mijn stok monteren. Ik zet hem eventjes aan als die aan wil. En ja, wij gaan namelijk ook een dag gaan we naar Disneyland Parijs toe. En daar zo gaan wij ook de 2 parken in. Wat ik dus daar zo wil gaan doen is gewoon met dit dingetje ook gaan filmen natuurlijk. Want ik wil daar gaan vloggen. Mijn klasgenoot zei natuurlijk ook al dat ik moet gaan vloggen. Dus nou, dat waarom ook niet. Vandaar dat ik dit dingetje mee ga nemen. Want, punt 1, hij past super makkelijk in je zak. Kan overal wel in. Hij kan in een tasje, hij kan in je jaszak. Hij kan in je broekzak. Hij past net niet in je portemonnee. Maar, that's it. En dat is natuurlijk het mooie, ik zet hem nu eventjes aan. Wat ook het mooie is van deze camera is, deze camera die jullie hier zien kan geen 60 fps aan. Maar ik heb eerst dat voor jullie, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. 720p 60 fps. Wat is inhoud? De vlogs in Frankrijk worden 60 fps. Maar ik kan ze pas editen als ik thuis ben. Want ik ga niet de laptop meenemen natuurlijk voor 5 dagen Parijs natuurlijk. Want we gaan ook wel dingen met school doen. Maar ik ga dus niet alle 15 dagen vloggen, denk ik. Want dat past gewoon niet op het gigabyte kaartje wat hierin zit. Het is 32 gig geloof ik. Ik zal even kijken voor jullie. Maar dat is dus het probleem. Ja, het is, zal je zien. Ik weet niet of je kan zien. Het is 32 gig. Stel scherp. Kom op. Hij was scherp gezet. Het is 32 gig in ieder geval. Dus wat ik dus van plan ben, is gewoon dag 1, dus de heenreis, aankomst, dat zit allemaal te vloggen. Als dat niet mooi is, dus als het heel kort is, alleen maar busreis, dan delete ik die vlog. Dan vlog ik de dag daarna. Ik ben van plan 3 vlogs op te nemen, want jullie dus dan de heenreis, Disneyland en de terugreis. Die 3 dingen wil ik gaan vloggen, die ga ik dan ook thuis bewerken natuurlijk in de komende, laat maar zeggen, 1 per week online. Zeg maar wat. Dat is dus het voordeel. Maar er zit ook een nadeel aan deze camera.
Zoals jullie zien, ik zal even de lenskapje afhalen. Zien jullie hier zo een mooie platte lens? Al hou ik hem zo, hou ik hem zo. Je ziet een mooie platte lens. Als we deze camera pakken, dan zie jij een bollige lens. Ik weet niet of je het goed ziet, een bolle lens. Hij is niet recht, hier zie je het mooi. Wat inhoudt, het beeld ook een beetje bollig is. Dat is het enige probleem. Dat wordt best wel mooi gesynct natuurlijk met de 60 fps. Dus er is niet heel veel probleem in. Maar, het spijt me gewoon, dat geef ik jullie toe gewoon, dat ik niet deze camera meeneem. Maar ik ben gewoon te bang om hem te verliezen natuurlijk. Want zo'n groot ding kan niet makkelijk in je zak. Dit kan makkelijk in je zak. Je hebt het door natuurlijk. Als je buiten loopt natuurlijk ermee. Zoals je ziet, het is heel handcomfortabel. En als je natuurlijk met dit ding zo in Frankrijk loopt. Ja, dat is gewoon niet echt chill als je hem gaat doen. Zo. Daarom heb ik ervoor gekozen natuurlijk om die GoPro mee te nemen. Ik hoop dat jullie daarvoor natuurlijk ook gewoon respect hebben. Want ik ga alsnog wel gewoon filmen voor jullie. Maar de kwaliteit is mooi te 60 fps, 27p. Alleen het beeld is een beetje bolachtig. Dat is het enige probleem die er aangekomen. De audio is ook gewoon redelijk oké die hierin zit. Dus dat is het enigste wat dus het probleem is aan deze camera natuurlijk. Maar zoals jullie natuurlijk weten moet ik natuurlijk ook voorwerken voor YouTube. Dus ik moet een paar video's maken al ter nood als ik weg ben. Dat die wel gewoon online komen. Dus wees daar gewoon niet getreurd om. Verder is natuurlijk wil ik ook met jullie het over een serie hebben natuurlijk. Want heel veel mensen vragen natuurlijk aan mij, Chesto, ga GTA 5 doen. Jongens, voor jullie allemaal die dat vragen, heb ik een goede oplossing gevonden. Want wat ik ga doen, is wekelijks of om de twee weken een GTA 5 video uploaden. En wat wordt dat? Dat worden natuurlijk gewoon 3 à 4 races. Maar willen jullie altijd al een keer met mij hebben willen spelen? Join dan op dit moment mijn GTA 5 groep die hier beneden in de beschrijving staat. Als je die joint, ik hoef je geen invite te sturen, het is gewoon open to join. Zet ik op Twitter een bericht dat ik ga opnemen. Het is meestal op zaterdag om rond 4, 5, 6, 7 uur daartussenin ga ik opnemen. En ik zet het op YouTube. Wat er nu belangrijk is om te doen op mijn kanaal, als je op je mobiel kijkt, om op het belletje te drukken die je bij mijn kanaal ziet. Hoezo? Dan zie jij melding, Chester heeft nu een video geüpload. Als het die GTA video is, kan jij zo snel mogelijk joinen. Dan kan je joinen, ga hem lekker opnemen, kom je in de video en kan jij mij wel verslaan. Wat ook leuk is, is elke week is er een vriend van mij bij of een YouTuber. Ik heb al 2 YouTubers gevonden natuurlijk. De eerste die meedoet is Sam, oftewel Stapelkanaal. En de tweede die meedoet is Casper, oftewel Sing No More. En ik ga elke week natuurlijk proberen een andere YouTuber te vinden voor de volgende aflevering. En die gaan natuurlijk gewoon helpen om te winnen. Jullie moeten 40 keer winnen en wij als YouTuber of vriend moeten 20 keer winnen, omdat jullie natuurlijk iets meer in de meerderheid zijn. Dus, ik hoop dat jullie dat natuurlijk leuk vinden. Laat daarom even je blauw duimpje omhoog achter. Als we 100 likes kunnen halen, dan ben ik gewoon helemaal blij. En jongens, nogmaals, jullie weten dus nu dat er deze vlogs, dat er de vlogs die er aangekomen met deze camera zijn, vandaar het rare beeld. Zodra ik dan terug weer in Nederland en weer ga vloggen, gebruik ik deze mooie camera. En ja, dat is dus het verschil. Deze camera kan wel 60 fps, die niet kort samengevat. Ik ga GTA doen op mijn kanaal. En jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En hopelijk zie ik jullie bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Love!